Instagram, Facebook en Snapchat. WhatsApp, Tumblr en Twitter. YouTube, Reddit en Discord. Dat zijn alle social media apps op mijn telefoon. Apps waardoor ik mij verbonden zou moeten voelen met de rest van de wereld. NOS, nu.nl, BBC News, Al Jazeera. Nieuws waardoor ik meer over de wereld weet. Door mijn mobiel ben ik verbonden met de hele wereld. En is de hele wereld verbonden met mij. Toch voelt het niet altijd zo. Het is alsof met elke app die ik download, mijn wereld juist kleiner wordt. Hoe meer nieuwsapps ik download, hoe minder ik erop kijk. Bang om geconfronteerd te worden met al het slechte in de wereld. Hoe meer ik op Instagram ben, hoe minder ik erop post. Bang om niet knap, niet slank, niet grappig genoeg te zijn. Terwijl celebrities zoals Kylie Jenner gesponsorde posts maken, waarin ze laxeermiddelen, tandenblekers en afslankcorsetten aanbevelen. Op Tumblr of Twitter gaan voor een beetje positiviteit. En dan berichten tegenkomen zoals: hey, mijn naam is Tiffany en mijn moeder heeft diabetes. Door de government shutdown krijgt ze geen salaris meer en kan ze geen insuline betalen. Heb je wat geld over? Of hey, mijn naam is Miles en toen ik uit de kast kwam ben ik uit huis gezet. Heb je misschien een extra logeerplekje voor me over? Hey, mijn naam is Anna en mijn vader recent ontslagen, kan ze chemo niet betalen. Door het internet zien we alle kanten van de wereld. De mooie en de lelijke. Elke dag zien we meer en meer hoe onze levens veranderd zijn door het internet. Als je kijkt naar de manier waarop wij relaties zien en vriendschappen. Maar ook als je kijkt naar politiek. De Arabische lente is een van de eerste gewapende conflicten veroorzaakt door social media. Het is ondenkbaar om een wereld vorm te zien zonder internet. En het is ook onmogelijk om er naar terug te gaan, naar die wereld. Jij en ik worden allemaal door beïnvloed. Daarom is het belangrijk om je mobiel, je tablet of je laptop een keer uit te zetten. Om niet de constante druk te voelen om 24/7 bereikbaar te zijn. Om niet de constante druk te voelen om te voldoen aan een paar onmogelijke schoonheidsidealen. Maar om jezelf te zijn en in het nu te leven.